druivelaars die dragen niet van het eerste jaar, dus dat duurt een tijd. We hebben het geluk gehad al op 3 jaar een eerste oogst te kunnen hebben. Het is ook de bedoeling dat wij de wijnen hier gaan maken. We gaan vooral stille wijnen maken. Dus witte, rosé, rood, op houten vaten, op inoxvaten. Dus. En als we kunnen, natuurlijk ook. Dus ook zo weinig mogelijk chemie. Als we kunnen, natuurlijke vergistingen enzovoort. Dus nu zitten we in het 4e jaar. Dus eigenlijk zitten we op een productie van 1/3 van wat ze eigenlijk echt kunnen dragen? Of? Oei, oei. Ik denk zelfs nog minder voorlopig. We gaan, normaal moeten we toch kunnen naar de 6.000, hoop ik, 8.000 liter per hectare gaan. Dus ja.